Beertube, what up? Het volgende bier is de klapperende ijsbeer. Een barley wine die gebarrel-aged is. Laten we eens naar de neus duiken. En in de neus is het voor mij niks anders dan barrel-aged invloeden. Ik denk zelfs dat het de bourbon overstijgt en dat het hier over whisky-achtige invloeden gaat. Op de neus voor mij te intens, toch nog kruidig. Laten we hem gaan proeven. Proost. Oké, het is een barley wine. Ik moet zeggen, die sneeuwt een beetje onder in het barrel aged karakter. Maar dat... Ja, dat hele ding gaat nu op en neer. Dus ik hoop dat mijn camera blijft staan, anders hebben we wel een probleem. Maar vooralsnog blijft hij staan. Maar de barley wine sneeuwt voor mij helemaal onder. Maar de intensiteit van wat ik als een whisky schaar is niet intens genoeg om heftig te zijn. Dus het blijft een heel fijn bier. Dus eigenlijk is het een perfecte variant tussen de barley wine en de whisky. De whisky overheert alleszins, maar voor mij is het nog steeds niet volledig een whisky. En dus vind ik het een heel erg fijn bier. Proost. En ik zeg aito. Hopelijk tot een volgende video.